unboxing video's. Er zijn ook niet alles, maar ja, het moet maar even. Bij deze dus. Ik ben wel benieuwd naar de antennes. Er zitten er in elk geval twee bij. Bluish. de accu. Ik ben benieuwd, dat is een kleurenscherm. Ja, zullen we de accu aansluiten? Gaat dat zo? Je zou haast wel zeggen. Ik denk het erop te schuiven, zo. Aha. Nou, pakken we de langste antenne maar. Die is tevens het zwaarste. Ik hoop dat ik wel in beeld gebleven ben. Oké. Zo dus. Nou, hoe zou die inschakelen? Op de rode knop drukken? Nee. Niet als bij een telefoon. Oh, zit gewoon een. Kijk, dit is de NL. Ja, joh, trek hem even scherp. Zie? Dat. Ja, dat is niet direct als snel herkenbaar. Het is wel de nul. Even kijken of je een luchtvaartband doet, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij niet hoor. Nou, jawel. Maar dat is vast niet in AM. Nou, daar moet ik nog een studie naar doen. En nu de. Dat doet hij ook. Ontvangt hij daar? Nou, ik moet nog eens naar de frequenties kijken. ik denk zo. Ja, de lokale frequentie. Nou, ik moet me echt nog inlezen. Maar dit is hem dus, de KGQ336, een 3-bander. Er is ook een 332, dat is een 4-bander voor de Amerikaanse markt. Die heeft 50 MHz en 220. Deze heeft 70 MHz, 2 meter en 70 centimeter. Ga dus uitgebreid mee experimenteren. Hij kan relayeren, crossband hebben we begrepen. Wat ook bijzonder is, dat hebben veel van de nieuwe op de markt gebrachte apparaten, dat is dat hij voor het opladen een USB-C heeft. Dus je kunt hem vanuit een powerbank kunnen hem opladen.